Terwijl wij nog wachten op het EK-debuut van Will Grigg, gaan we ondertussen een vis maken. Een speciale vis, een dorade. In Koken bij Danny. Nou, gaan we de ingrediënten bekijken van onze speciale dorade. Nou, dit is Dorina, de dorade die wij zelf gevangen hebben. Onze huisvisser die heeft dat gedaan. Nou, we beginnen dus eigenlijk met het snijden daarvan. Dus gaan we hier aan de kantjes van de vis gaan we het heel dun snijden. Dat het niet in de huid terecht komt. Of in het vlees van de, onder de huid. Dus gaan we het heel licht. Gaan we het een beetje. Dat het een beetje open wordt. En daar zetten we dan een streepje of 5 neer. Nou, we hebben dus de streepjes erop gezet. Het zijn iets meer dan 5 streepjes geworden. Wat we nu gaan doen, is we draaien de vis om. En hier loopt de graat van Dorina. Dat betekent dat we hem hier tot halverwege in gaan snijden. Dat doen we voorzichtig. En dan volgen we eigenlijk de graat af. Dat doen we aan beide kanten van de vis. Nou is het belangrijk dat ik als rechtshandige dat ik de vis goed meesnij. Dan ga ik kijken waar de graat begint. Nou, dan kan ik hier op de graat klimmen. Even het grip zoeken in de vis. Nou, we hebben de dorade nu aan beide kanten hebben het ingesneden. Hier de mooie sneetjes erin, heel dun. En hier aan de zijkanten hebben we boven de graat, aan beide kanten, hebben we het open gesneden tot halverwege, tot hier. Zodat we daar zo dadelijk een vulling kunnen maken. Nou, wat ik nu doe, is ik pak wat zout en wat olie. Olie ik eventjes de vis in en dan doe ik er nog wat zout bij. Wrijf ik ook mee in, dat het ook mooi erin komt. Zo, inmiddels heb ik de vis, de Dorina, de dorade, heb ik op het aluminiumfolie geplaatst, wat wij zo dadelijk gaan gebruiken. En dan begin ik met, allereerst doe ik wat olijfolie en wat zout in de vulling. Heel klein beetje. Een beetje zout eroverheen aan beide kanten. Vervolgens ga ik deze citroenschijfjes ga ik in de vis zetten. Voor de smaak doe ik aan beide kantjes. Dan ga ik vervolgens het aluminiumfolie tot een waar bootje maken. Dus dat ik het zo naar elkaar toe gezet. En dan de knoflook, een pulp, het is eigenlijk, ja het is een knoflookbol, die zetten we erin. Nou, nu gaan we hem op de grill leggen om hem te garen. Dat doen we met een bekken eroverheen. Nou, inmiddels heb ik de dorade op de grill gezet, het bootje van het aluminiumfolie, ja. Mooi meegewerkt. Dan ga ik nu de bekken erop leggen en dat kan het. Kan de warmte erin komen. Nou, gaan we over naar de presentatie van onze dorade. Nou, deze dorade, die hebben we 25 minuten op de grill gedaan. Dat kunt u natuurlijk thuis ook doen, maar dan op de barbecue. Wel belangrijk is dan dat u het dekseltje op de dorade legt. In een mooi bootje met aluminiumfolie. En natuurlijk die knoflook die lekker heeft in kunnen stomen. Daarnaast heb ik ook een saus. Nou, ik heb hier een koekenpannetje. Daarin heb ik een sausje bereid. Gemaakt met olijfolie, tuinkruiden, kappertjes, pepertjes en wat uitjes. En tot slot ook nog wat citroensap. En deze saus heet de Vierge met een mooi Frans woord. En als je jezelf overtreft, dan moet je het goed doen. Wat je hier ziet is een mooi rond bord met de dorade in het midden. Wat rucola, dat we aangemaakt hebben met wat peper, zout en wat olijfolie.
Dat hebben we ook nog een beetje over de vis heen gedaan. Dan de gepofte knoflookteentjes. En dan voor de rest alleen maar groenten. Van asperges tot rucola tot mais. Alles gegrild. En we blijven daarin ook heel erg in de barbecue sfeer. Dit is natuurlijk hartstikke leuk met het sausje erbij die we zelf aangemaakt hebben. En dan kun je dit heerlijk op tafel gaan zetten. Nu het mooie weer er weer aan begint te komen, kunt u dit heerlijk op tafel, op het terras neerzetten. Daarnaast is dit natuurlijk ook gewoon lekker voor bij het eten, want dit is natuurlijk gewoon een heerlijke schotel. Sluiten we deze aflevering weer af. Tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van Koken met Danny, waarin we weer iets nieuws gaan maken. En dat kunt u natuurlijk thuis ook allemaal maken. Wilt u natuurlijk onze recepten terugkijken van vorige afleveringen, dan kunt u dat doen op onze website www.kokenmetdanny.nl. En daarnaast kunt u ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Veel plezier dit weekend, wat u ook gaat doen. En geniet van het mooie weer. Tot volgende week.